Doe even mee, voor zover mogelijk. Laten we ervan uitgaan dat je een bezoekersaantal over een jaar wil modelleren. En je hebt een aantal factoren. Je hebt seizoensfactoren, dagfactoren en weet ik wat. En je weet het totaal aantal mensen dat je hebt. Oké, dus ik heb hier een dag. En ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 4. En die ga ik even doortrekken. Je doet hierna een beetje snel, maar het heeft ook met de tijd te maken. En laat ik daar een dagfactor voor maken. En een seizoensfactor. Iedereen kent de mod en de rest functie, neem ik aan. De mod en de rest. Moduleer. Mod geeft de remainder of a number wanneer die gedeeld is door een ander getal. Ik denk modulo of zo. Modus? Nee, niet modus. Een week heeft 7 dagen. Ja? Dus als ik het weeknummer wil hebben, ja, dan kan ik dus zeggen deze, de mod, en 1 gedeeld door 7. Vast die 7. Ja. Ja? Even een keer om. Ik wil de dagfactor hebben. Dus ik wil een loopje maken waarin ik het dagnummer meeneem. Een mod geeft mij, ik deel een getal door een ander getal en ik wil het restant dat ik weet. Dus ik deel 1 door 7. Dat gaat 0 keer. En ik heb de rest die ik overhoud is dit. Ja, wat gaat je bedoelen? Dus ik deel 1 door 7, het gaat 0 keer, en dan hou ik 1, rest 1. Ja? Als ik nou 8 deel door 7, gaat het 1 keer, dan hou ik 1 over. Dan ben ik weer op 1. Dus als ik het dagnummer wil weten, heb ik nu een dagnummer tussen de 1 en de tussen 0 en de 6. Of als ik het anders wil doen, 1 tot 7. Kan ik 1 tot 7 doen. Ja? Dus nu kan ik deze hier plus 1 doen. 2 tot 1 tot 7. Beginnen tot zondag. Ja, als ik dat doe, dan geef je het door. Pak gewoon die. Pak gewoon niet van die. Je moet echt overgaan op Engelse versies, jongens. Ik heb een Engelse versie, ja, maar pak hem gewoon niet. Proberen. Dit is een few arguments. Wat ik nu heb staan is mod, haakje openen. Het ene getal, punt, komma, het andere getal, plus 1. Ja? Ja, dan heb je dan gaat het niet tussen de 0 en de 6, maar tussen de 1 en de 7. Let op, hij begint op de zondag, dag 1. Waarom gaat die van, doe ik voor jou automatisch vastzetten als je... Dat heb ik zelf gedaan. Ja, maar ergens in dat... Je hebt maar één keer in te klikken. F4. Met F4 zit je hem automatisch vast. Kijk, thanks. Dat is een goed tip. Oh, dit is echt lekker. Ja, en het kan dus best zijn, let even op. Dat je, ik gebruik een punt, komma, het kan best zijn dat je in jouw versie een komma moet gebruiken. Ja? Dus als je te veel arguments geeft, dan kijk dan of je dan misschien toevallig een komma in plaats van een punt, komma gebruikt. En waarom gebruik ik een punt, komma? Omdat bij mij in mijn Excel, en dat is nog een foutje, heb ik komma getallen met een komma. Mijn heb ik ook geen komma. Dat is eigenlijk de Nederlandse manier. Maar ja.
Ja. Maak hier even dag van, en dan heb ik hier, dus het is dag 2, 3, 4, en dan heb ik een dagfactor. En die zet ik hier, dus hier onder neer zo. Dus ik heb een dagfactor, en dan heb ik hier de dagnummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En laten we zeggen, dat dag 1 is dus de zondag, dan heb ik dus een factor 0, want ik heb geen omzet. Ik heb een maandag is factor 2, is 0,85. Dinsdag is 0,9, woensdag heb ik veel omzet, dus 1,1, donderdag 1,1, vrijdag is dan 1 en zaterdag 1,4 ofzo. Ja? Gewoon even, ik pak even wat willekeurige getallen. In de basis gaat het omdat je begrijpt waar we naartoe werken. Dus ik heb een dagfactor en die kan ik dus vrij eenvoudig met een VLOOKUP. Kan ik hier zeggen, wat wil ik oploeken? Ik wil de dag oploeken in deze table. En ik pak kolom 2. Die table ga ik even vastzetten met F4. En dan zul je zien, de dagfactor staat er netjes bij. Tot zover iedereen meenemen kan, toch? Geef je even de gelegenheid om het zelf ook zo ver te komen. Nee, heb je daar even tussen gezet. Dag. Iedereen zover? Deze waarde. Let op, ik gebruik een punt komma. Het kan best zijn dat jij een komma gebruikt. In deze tabel, die ik vastzet met haakjes, de komma dingetjes, en ik wil de tweede kolom hebben. Zijn seizoen werkt een beetje anders. Laten we zeggen dat we een seizoen van 10 dagen hebben. Dus hier, tussen dag 1 en 10, wil ik dat hier 1 komt te staan. Maar na dag 10 wil ik dat er 2 komt te staan. En na dag 20 wil ik dat er 3 komt te staan. Ja? En hier moet uiteindelijk een 4 komen. Hoe zou je dit kunnen doen? Je hebt enige suggestie? De eerste moet niet vast. Vrij eenvoudig hoor. Per 10 is plus 1 of zo? Ja, per 10 is plus 1, of eigenlijk nog makkelijker. Wat is 10 1 gedeeld 10? 0,1. Wat is 11 gedeeld 10? 10. 1,1. Dat doen we. Dat is niet moeilijk, hè, toch? Wat
Dat is geen strikvraag, hè? Dat kan, hè? Wat doe je dus eigenlijk? Je bent uit, afronden naar boven. Eens? Ja. Ja, toch? Luc wordt wakker. Dus als ik afronde round up, of afronden naar boven. En wat wil ik afronden naar boven? Ik wil dit gedeeld door dit. Deze ga ik even vastzetten weer. Ja? Die wil ik afronden. Hoeveel digits? 0 digits. Ja? Dus ik deel deze door mijn seizoensfactor. En mijn seizoen duurt nu even 10 weken. Ja? En vervolgens. Op 0 digits, nou, komt er 1 uit. Dus nu kan ik vrij eenvoudig dit doortrekken. En we zullen zien, als ik dit gedaan heb, dat daar dus netjes iedere keer op 31 ga je de volgende, etc. Ja? Dus ik kan een seizoensfactor definiëren. Als ik hier bijvoorbeeld een 1, 2, 3, 4 heb, dan ga ik hier weer een seizoensfactor definiëren. Nou, weer 1,1, 1,2, 0,9 en 0,7 of zo. Oh, dat kan. Ja. En dan kunnen we hetzelfde trucje uithalen. We kunnen wederom met een VLOOKUP. Kunnen we zeggen, ik pak een VLOOKUP. Want ik wil dit oplooken. Ik wil deze oplooken. Waaruit deze tabel. Die je weer vastzet met een 4. En dan dit punt comma, kolom 2. En ja, ja hoor, we hebben netjes 1,1 hier staan. En dan dit kunnen we weer doortrekken naar rechts. Ja? Dus we hebben hier. Deze kolom is eigenlijk niet zo belangrijk. Die maak ik in grijs in dit geval. Deze kolom is niet zo belangrijk. En laten we nou stellen dat we een rand between hebben. En het hoeft allemaal niet te kloppen, maar het gaat even om het principe in dit geval. Dat wij een min en max hebben in ons randomizer. Minimaal aantal mensen en maximaal aantal mensen. Minimaal en max. Uit mijn randomizer van tussen 10 en de 40 mensen. Ja? Waarom trip je hele bestand dan niet toen je die regels weghaalde? Waarom? Hij heeft ze verborgen en niet weggehaald. Ah, oké. Okay. Ik heb ze niet verborgen. Zijn toch weg of niet? Weet ik wat? Die dag en. Dat kun je helemaal goed zien, ze zijn grijs. Ja. Op mijn scherm zijn ze grijs. Dit is grijs gemaakt. Oh, oké, okay, ja, ik kan het niet lezen. Door. Ja, oké. Okay. Sorry, mijn fout. Ja, dan misschien. Ligt aan de beamer. Ligt aan de beamer. Ja. Het tint het niet helemaal, ik heb ze gewoon even grijs gemaakt, omdat ze niet zo belangrijk zijn. Dus ik kan hier zeggen rand between. En dan pak ik het mingetal. Even met F4 vastzetten. Het maxgetal. F4. En ik krijg netjes een getal. Ja, dat is het idee toch? En ook dit kan ik doortrekken naar rechts. En ik heb overal. Ja? Dus als ik nu dit eventjes in een grafiekje maak, dit is mijn random shit. Zo. Dit is gewoon random. Als ik nu op F9 druk, dan kan het er totaal anders uitzien. Ja? Gewoon random between met de min en de max. Alleen de min, alleen de 10. En dan komma. En dan pas het op. Totaal random. Dit is wat je nu ziet. Hier, die getallen, die maak ik nu gemaakt. Dit is min en max. Totaal random.
En als ik hier nou 15 van maak, dan zul je weer nieuwe getallen zien. Gewoon even rule of the thumb. Tussen de 15 en de 40 mensen komen er nu binnen. Als je deze rij. Random. Ja, random. Echter, we hebben gezegd, mijn. En ik heb een dagfactor, ik heb het voor de zekerheid laten zien zo. Insert. Dus dit is mijn seizoenspatroon. Ja, klopt. En ik heb een dagpatroon en ik heb hier een seizoenspatroon gemaakt dat er zo uitziet. Mee eens toch? Dus ik zou, als ik mijn dag- en seizoenspatroon heb en ik stel vast dat ik zeg, mijn QT is dag maal seizoen maal random, wat jullie ook in jullie moordboek hebben staan, dan zou je in het vermeden totale factor is dan in dit geval seizoensfactor keer de dagfactor. Meen je toch? En dat betekent dan dat je deze, als je nu deze laat zien, dit is mijn patroon, onderliggende seizoens- en dagpatroon. Hoe krijg je nou zo snel zo'n chart ervoor? Gewoon insert. Ik geef je een suggestie. Ik insert een chart, ik selecteer een regel, ik insert een chart en als ik hier naar voor sta zo, dan zie je dat deze regel hieronder geselecteerd is en die kan ik gewoon slepen. Dus ik pak de regel op en ik zeg, joh, laat me nou deze regel zien. Of laat me nou de andere regel zien. Maar je moet het wel selecteren waar ik dat ben. En dan geef je een suggestie. Als je gewoon een recommended chart doet, dan laat hij gewoon wat zien. Oké, ja, dan geef me die dan. Oh, maar een kaartje. Oké. En dan kan je die klikken. Dan heb je een paar. Iedereen is mee met elkaar, hè? Nee. Dus mijn totale omzet. Mijn totale omzet zou dus zijn. Dan doe ik even zo: de dagfactor keer seizoensfactor keer random. Ja? Iedereen mee, toch? Is dus nu dit. Dan kunnen we dat even afronden naar boven of zo. Round-up. Ja, ik een beetje op Nederlands lopen zetten, zeker. Dus dit zijn er dus 17 en ik ga die kant. En als het goed is, zul je ongeveer het dagpatroon, dit patroon dus, ook terugzien in mijn totale patroon. Gaan we kijken. Nou, je ziet in ieder geval dit dagpatroon, omdat het op zondag die 0 is. En sommige zijn het laag en sommige zijn het hoog. Ja? Dus dit zijn, let op, ik heb tot nu toe alleen maar willekeurige getallen gebruikt. Dan doe ik even een autosum op deze regel. Zo. Laten we zeggen dat we nu 886 verkopen in een jaar. En als ik nu even refresh, dan wordt het minder 71, 900 zoveel. Maar, weet je, het zal wel op verschillende getallen kunnen liggen, maar het zal ook rond een bepaald gemiddelde zijn. Schommel. Stel nou voor dat we iets weten van het bedrijf. We weten, Q totaal is 910. Kunnen we nou het model enigszins valideren of de parameters die ik heb gedefinieerd, de parameters maken we even groot in dit geval, oranje. Kunnen we nou deze parameters een beetje fitten zodanig dat ik de werkelijkheid benader? Dat is de vraag. En dat kan. Dat is helemaal niet moeilijk zelfs.
We kunnen namelijk aan de solver vragen, wat zijn nou de beste getallen voor deze 7 en deze 4, waarmee ik verschil tussen 910 en mijn uiteindelijke bedrag zo minimaal mogelijk houd. Kun jij dat volgen? Dus, ik weet, dit bedrijf heeft als omzet 910 per jaar. Dit is het getal waar ik naar streef. Ja? En wat ik uiteindelijk als hetzelfde resultaat heb, zet ik deze eventjes hier neer zo, is dit. Dit komt er nu uit mijn ding. Dus het verschil ertussen is heel simpel, is die min die. Ja? Het verschil zal zo af en toe eens variëren. Maar niet eens zo heel gek veel. Zie je? Nu 2 zelfs. Gaat de goede kant. Je kunt de solver vragen, joh, doe mij eens die parameters die het beste passen. Als je nou naar, voor diegenen die de solver nog niet geïnstalleerd hebben, je gaat naar File, Options, en dan naar Add-ins. Ja? File, Options, Add-ins. En dan zul je daar bij de Add-in Manager, je naar Go gaat, zie je hier dat je in ieder geval 3 add-ins beschikbaar hebt. Dit is een kansloos verhaal, dus. Een kansloos verhaal, ja, ik hou van kansloos verhaal. Ja, kijk maar. Het is in de Russisch. En jij nou gedaan een Russische versie? Ja, precies. KGB hier getrokken in jouw. Welke is het? De eerste, tweede, derde, vierde? Onderste. Dus een donker probleem. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Internet? Van hem. Oh. Dat was dit of niks. Dat was dit of niks, inderdaad. Was zo'n wel leuke grap, dat je vroeger, toen je van die Nokia-telefoons had, dan pakte je je telefoon van je vriend, toen zet je hem op Grieks of Russisch, ja, dan kon je nooit meer, kon je... Ja, waardeloos. Ja. Ja, fantastisch is dat. Heerlijk, Chinees. Ja. En succes. Ja. Succes met alle Chinees kon je dan vinden. Maar het is de laatste. Oké. Okay. Ja. Die map kon je net gaan vinden. Nee, die kantje. En dan moet je gaan eeuwen gaan scrollen. Je hebt eindelijk iets tegengekomen wat in de juiste zaal. Zou ik nog één keer iets gaan zoeken regelmatig? Zien? Want ik heb nu weer terug zoeken. Gewoon nog steeds niet terug. En zoom. Terwijl. Werk moet. Ik heb hem precies zo staan. Ik ben door de eerste dat gewoon op C8 staan, dag. Daar heb ik mijn tabelmatrix op. Van dagnummer tot aan dagfactor, dus het hele tabel. Ja. En. Ja. Nou, ik zie de camera niet op het scherm staan. Dus dat denk ik niet. Ja, ik heb gezoomd. Ik film mijzelf. Ik film het eigen scherm. Nee, ik film niet mij. Je ziet het, hier zie je, wat je ziet, op YouTube zometeen is. Ja? Mooi. Zometeen. Gewoon gelijk online. Heb je hem alleen aanzetten als je iets intypt of zo? Want nu krijg je een ding, team ja, stilstaan. Dit is jullie oude hoer, ja, dat ga ik ook niet eruit knippen, dat moet je zelf uit. Even voor jullie idee, ik ga niet knippen en plakken in zo'n video. Dus dit oude hoer van nu, dat ik op jullie aan het wachten ben, is deel van de video. Ik heb hem gestekst. Ja? Dus hoe, nee, niet dat jullie dwingen om stil te zijn, maar je weet in ieder geval dat je opgenomen wordt. Niet in beeld, maar dat jouw geoude hoer opgenomen wordt. Oké, iedereen heeft natuurlijk aan nu de solver geïnstalleerd. Dan zul je in Data, daar rechts bij Analyze, zul je de solver zien staan. Ja?
De solver heeft een aantal elementen. Het eerste dat de solver je zal vragen is, wat is je objective? Waar streef je naar? We streven, je zou kunnen zeggen, we streven ernaar om het resultaat 910 te krijgen. Maar dat is wel lastig, want dan moet het precies 910 zijn. En dat gaat met een randomizer nou eenmaal wat moeilijk. We kunnen ook zeggen, we streven ernaar om het verschil zo minimaal mogelijk te houden. En dan ben je daardoor, dus het verschil tussen A en B, aan het verkleinen, dus A nadert B. Ja? Dus, we kunnen hier zeggen, deze willen we minimaliseren. Let even op, en dan zou ik hier nog even iets kunnen veranderen. Ik kan hier de absolute waarde nog even maken. Zodat ik, als ik hem minimaliseer, dat ik nooit... naar min oneindig gaan. Dat zou al een beetje lullig zijn. Want ja, minimaal verschil, min oneindig is dan wel het meest minimale bedrag dat je kunt hebben. Nogmaals, ik minimaliseer het verschil. F5. De vraag is nu, welke cellen wil ik gaan transformeren? Nou, dat weet ik wel. Dat zijn deze. En misschien wil ik zelfs, nee, ik pak de zondag niet mee. En het zijn deze. Ik wil aan mijn seizoensfactoren gaan draaien en ik wil aan mijn dagfactoren gaan draaien. Ja? Mijn pak nog niet, maar ga maar door. Voor iedereen helder? Mooi. Subject to the constraints. Wat zijn dan de minimale en maximale waarden die de veranderende cellen mogen hebben? Nou, daar weet ik wel wat op. Deze cellen mogen in ieder geval niet negatief worden. Ja, 2,8 komma is ook een goede, maar ze mogen in ieder geval niet negatief worden. Dus die toegeeft. En deze ook niet. Oh, ik heb een oude test. Nou is het ook zo, let even op, als alles nu vrij zou zijn, dan zou dag 2 wel eens een hogere uitkomst kunnen krijgen dan dag 3. Of allemaal hetzelfde. Nou, we hebben het al over seizoenen. Dus dat is niet de bedoeling. Dus we kunnen ook stellen dat we zeggen, ja, maar dag 2 is toch echt wel kleiner dan dag 3. En dag 3 is kleiner dan dag 4. En dag 4 is gelijk, welke waar ook mag zijn. Maar als je zegt, hij is gelijk, dan moet hij gelijk blijven. En dag 5 is groter en gelijk aan dag 6. En dag 6 is weer kleiner en gelijk aan dag 7. Deze, wat je nou bedenkt, is bedacht, toch? Dit is bedacht, ja. Nou, ik probeer nu een patroontje te maken waarin de zaterdag de meest verkopende dag is en de maandag de minst verkopende dag. En ja. Dus dat probeer ik een beetje in te spelen. Dus wat daarom gaat is dat ik dus dat je dus een model valideert op basis van wat je wel weet. En je gaat kijken, die patronen die zijn er, een weekpatroon. De meeste winkels, hè, of bedrijven hebben een weekpatroon. En de meeste bedrijven hebben ook een seizoenspatroon. Ja, het is natuurlijk wetenschappelijk koffiedik kijken.
het is natuurlijk ergens, is het natuurlijk totale kolder dat het niet getallen invult. Maar aan de andere kant, het is wel wat het is. Meer kan ik niet doen. Ja? Aan deze kant, deze is weer kleiner dan deze. Toevoegen, deze is weer groter dan de volgende. Toevoegen. De volgende is weer groter dan deze. Toevoegen. En deze is weer kleiner dan deze. Ja, het is een patroon. We willen die seizoenen een beetje verschillen. Ook hier zou je nog constraints kunnen toevoegen van verhoudingen. Dus zomer is twee keer zoveel als lente of zomer is, nou, et cetera. Je mag jezelf bedenken. Ik heb nu een heel eenvoudig modelletje gemaakt. Ik vind het eenvoudig. Dus wat hebben we nu? We hebben hier de patronen ingevuld. Dus niks mag nul zijn, alles moet kleiner dan elkaal zijn. En minimaal is hier het verschil. En als het goed is, hou mij ten goede als het niet goed is, dan pauzeer ik de video. Als ik nu op solve zou klikken, gaat Excel kijken welke waarden van mijn parameters, dus van die rode getallen, ik daar moet hanteren om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de werkelijke omzet. We hadden gezegd, die 910 die daar staat, dat is een omzet die ik weet. Ik heb eigenlijk een bron gevonden, ik heb 910 omzet in die periode gehaald. En ik weet het, en ik weet dat ik patronen heb. Nou, dus dat heb ik nu gemodelleerd. Ik heb patronen gemodelleerd, en ik ga kijken of ik het verschil zo minimaal mogelijk kan maken. Dus je probeert een soort van validatieslag te maken. Nou, dan hoop ik dat het werkt. En dan zal het zijn, in dit geval werkt het niet zo goed. Maar waarschijnlijk omdat de randomizer ertussen zit, en dan slopen die even eruit. Ik doe het gelijk wel even. Wat die dus gaat geven uiteindelijk. En dat kan je laten zien. Hier, is een answer. En een sensitivity report en limits. Wat die dus doet, is kijken naar welke getallen kan ik invullen om. En hoe gevoelig is je antwoord daarvoor. En dit is wat ik allemaal heb ingevuld. En kan ik dus die constraints zo aanpassen. Dat ik het getal uiteindelijk benaam. Nou, kan er een probleem zijn, dat zul je ook wel zien, dat die randomizer, deze, met je routing eten gooit. Wat hij nu gaat doen is, iedere keer gaat hij kijken, ik ga iets veranderen en dan ga ik kijken of het resultaat dan beter wordt. Maar ja, als ik dit getal ga veranderen, die 0,85, als ik hem alleen al verander, 0,85, dan zal alles omgaan, want ja, ik heb een randomizer ingebouwd. Dus wat je dus kunt doen, is die randomizer even kopiëren en vervolgens op dezelfde locatie plakken, maar dat niet als randomizer, maar als value. Als platte tekst. Ja, dus gewoon als value. Waarom? Omdat je deze uitkomsten blijven hetzelfde, maar dan heeft Excel niet het probleem dat je randomizer niet is. En je kunt aannemen, een hele logische aanname, dat zul je hier ook zien, die randomizer, dat zien zo. Als ik hier nou een grafiek van maak, een randomizer. Oh. Die randomizer hebben we gesteld is een uniforme verdeling. Dus die zal een uniforme verdeling laten zien. En het gemiddelde van de uniforme verdeling ligt op de helft van min en max. Dus als ik deze plus deze neem, gedeelte 2, gaat niet werken. Deze plus deze, gedeelte 2,
die 27,5, dat zal ongeveer, als het goed is, en het kan zijn dat ik nu een slechte trekking heb, maar zal het gemiddelde zijn wat ik hier heb staan. Average. 25,3 en 27,5 benadert elkaar wel, zeker als je als minimum 15 hebt. Dus dat valt nog best wel goed binnen de marge. Helder voor iedereen? Dus wat ik nu gedaan heb, is ik heb de getallen veranderd naar vaste getallen, zodat Excel ermee kan rekenen. En dan kan ik vanaf daar de aanname doen dat hetgeen wat ik dus toevoeg, dat klopt. Dus dan ga ik nog een keer die solver in. Solven. En dan, even kijken, is die ook iets veranderd of niet? Minimaliseren van de values. Dus de solver zegt mij nu, er is geen betere oplossing dan deze. Dat is mooi. Even kijken of het eigenlijk zo is. Ja, als ik het getal nu verander, 0,7, zul je al zien, het verschil wordt groter. Dus met deze getal die ik nu gekozen heb, die ik zelf nu doorgerekend heb, benader je het optimum. En zo kun je kijken of je daarmee enigszins in de buurt komt van de uitkomst van jouw model. Als je nu 0,7 maakt en dan de solver nog eens doet, geeft hij dan aan dat het niet klopt? Dan zal die 0 moeten maken of zo. Dus je ziet al, het zit al op, hè, zie je? Ja, ja. De solver eventjes weer doen. Dan zul je zien. Hij verschoot sowieso al naar 23. Hier, dus 1,05. Dus hij probeert weer te optimaliseren naar een laag mogelijke kant. Ja, ja. En zo kun je dus, deze was voor mij ook eerst 1,1, ik weet niet zeker. En zo kun je dus kijken hoe je model gevalideerd kan worden op de data die je wel weet. Met de soort. Een heel klein beetje helder. Ja. Dit is wat jullie gemist hebben in het vak MOR. Dus ik probeer het een beetje in te halen.